Een man is in de nacht van dinsdag op woensdag expres met zijn auto het gemeentehuis van de gemeente Lingewaard in Bemmel ingereden. Direct nadat hij tegen het gebouw aanreed, brak er brand uit. De man is ter plaatse overleden. Over een motief laat de politie zich nog niet uit. Ja, rond 2 uur hebben we een melding gehad dat er knallen waren gehoord bij het gemeentehuis. Agenten zijn er meteen naartoe gegaan. Die zagen dat er een auto binnen stond en dat er een flinke brand woedde. De brandweer die heeft die brand geblust en binnen werd een dode aangetroffen. Ik heb vannacht een telefoontje gekregen van de politie. En met het verzoek om zo snel mogelijk te komen, omdat er iemand in het gemeentehuis met een auto was binnengereden. Dat is iets waarvan je niet denkt dat in onze gemeente gaat gebeuren. Dus ik was ontzettend geschrokken, maar ik kon het ook bijna niet geloven. Ja, rond middernacht hebben we een melding binnengekregen dat een man mogelijk een dreiging voor zichzelf of voor anderen vormde. Dat is een man die bekend stond bij het zorgkader. We zijn er natuurlijk meteen op onderzoek gegaan. We zijn die man gaan zoeken, we zijn gaan posten. We hebben hem geprobeerd te bereiken, dat lukte allemaal niet. En terwijl die zoektocht bezig was, kwam de melding hier vanaf het gemeentehuis. Ja, we zijn nu aan het onderzoeken wat er precies is gebeurd. Daarvoor leggen we alle sporen vast. Dus we zijn binnen bezig met sporenonderzoek. En vanuit de lucht maken we overzichtfoto's met een drone om goed in beeld te brengen wat er hier allemaal te zien is. Zodat we een zo goed mogelijke reconstructie van de gebeurtenissen kunnen maken. Nou, ik ben niet angstig omdat dit niet een aanslag was op mij. Maar ik ga eerst van de politie beluisteren wat nou precies de toedracht is. En dan kan ik daar een oordeel over vellen. We gaan uit van een bewuste actie. Maar we hebben geen informatie over het motief. Dus ook niet of het gericht was op de gemeente als organisatie. Wij gaan vandaag al proberen vanuit een ander deel van het gemeentehuis om een aantal diensten aan te bieden. En we zijn nu druk bezig om te kijken of we morgen weer voor onze inwoners op wat voor manier dan ook zorgen dat we de diensten kunnen geven waar ze recht op hebben.